Een uroloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met het zoeken naar, vinden van en behandelen van ziekten in de nieren, urinewegen, de blaas, het prostaat en het mannelijk geslachtsorgaan. In deze aflevering van Medisch Bekeken zullen wij u inlichten over prostaatkanker. Ik leef met prostaatkanker. Ik leef met kanker. Prostaatkanker is simpelweg kanker van de prostaat. Het is een kwaadaardige ziekte die ontstaan heeft in de prostaat. En die naar gelang de tijd vordert zich kan verspreiden verder in het lichaam. En ja, de gastheer ziek kan maken. Iedereen weet dat ik muzikant ben. En je weet, bij het muziceren gaat er nogal wat door je keel. En dat maakt ook dat je veel plast. Maar naarmate het ging, ongeveer over een jaar, ontdekte ik dat ik steeds moeilijker begon te plassen. Waar ik vroeger heel ver kon mijn straal komen, viel het op mijn schoen. En dat was voor mij de alarmbel om in te zien dat er iets niet goed is. Het moeilijk plassen begon in 2007. Ja toch, het begon in 2007 en het was vervelend, het was echt vervelend. Want per avond zou je misschien 7-8 keer op om te plassen. Ik heb later begrepen dat door die vergroting van mijn prostaat, mijn pisbuis behoorlijk bekneld raakte. Waardoor je het gevoel kreeg dat je denkt dat je blaas hebt geledigd, maar dat is niet zo. Je ledigt je blaas niet, waardoor die drank steeds kwam. En dat is zo. Van 2007 en 2008 heb ik toen het onderzoek laten doen. En dat heeft toen uitgewezen dat ik prostaatkanker heb. Ja. Toen hebben we afgesproken, ik weet nog, ik vergeet die dag niet. Prim had het druk. En hij zei, hey Tjas, ik ga mijn agenda opschonen. En toen zijn we om 9:30 gestart, tot met lopen. En tijdens het lopen, Gitori, ik vertel ze over de ontwikkelingen in Suriname. Zij vertellen me over hun carrière en hun ontwikkelingen in Nederland. We lachen, we gieren, we haroensrevi. En ik moest steeds stoppen om te plassen. En ik vond het raar. Want steeds als ik wilde gaan plassen, lukte het niet. En ik dacht van jongens, Anasandisina. Jongens, mannen onder elkaar, dus we lafu, dregi. Primtak energie, je oeru. Zei ik, sukunasana, energie, je oeru. En ik hou van grappen maken, dus ik genoot ook van die opmerkingen. Want mina, dregi man. Dus nu was het aan hem zijn beurt om mij de draak met me te steken. Maar goed, we hebben bijna 2,5 uur toen gelopen met elkaar. Daarna gaan we meestal ook eten. Dus toen bouwen we dat we gaan maken. En dat hebben we nu ook weer gedaan. Ik weet nog, we zitten in Gasperdam. En we hebben gelopen naar de Bijlmer, hebben daar gegeten en terug. En toen dacht ik van, die is een boom. Dat was wat pijn. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En ik heb gezegd van, ik kan moeilijk plassen. Ik heb pijn. En toen steken in de penis. En toen vroeg hij me van, als ik dat eerder had, ik kan me herinneren dat ik het 1 keer eerder had, tijdens die drukke periode. Toen heeft hij gezegd, oké, misschien is het een ontsteking, maar omdat je het al eerder had, normaliter geven we 7 dagen antibiotica en dan gaan we 10 dagen geven. En hij heeft antibiotica voorgeschreven en ik, de eerste dag, was alle pijn weg. Maar de tweede dag kwam de pijn terug. Toen dacht ik, Dus ik heb die kuur afgemaakt en ik heb me weer bij hem gemeld en ik heb hem gezegd, nee. De eerste dag was het alles weg en de tweede dag is de pijn teruggekomen. Nou, toen had hij ook inmiddels bloedonderzoek
En in dat onderzoek wordt je PSA gemeten. PSA is prostaatspecifiek antigeen. Dat is een waardering, een normwaardering om te zeggen, om te kijken of je wel PSA hebt of als je kanker hebt, prostaatkanker hebt of niet. Eén van de methoden. En de andere methode is rectaal onderzoek en dan gaat de arts met zijn vinger op in je edele mannelijke deel om te kijken of er daar vormfouten zitten. Nou, in elk geval blijkt dus dat die PSA-waarde vrij hoog was, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ik prostaatkanker had. Dus na die 10 dagen van antibiotica is er nog een onderzoek op de prostaat toegepast, dus bloedonderzoek. En daar bleek dus dat die PSA nog verder gestegen was, met zeker een 50%. Ik op dat moment, het was dus augustus, september, ik wist niet wat een uroloog was. Volgens mij, prostaat heb je wel eens gehoord, maar nooit mee bezig gehouden, de functie van de prostaat. Je moet eraan denken, je moet ernaar op zoek gaan. Er is een heel goede test waarmee je een aanvang kan maken met het zoeken naar prostaatkanker. Dat is een bloedtest, een zogenaamde test op PSA. Ik ben naar de huisarts geweest en die heeft me een algehele check-up laten doen. En heeft aangegeven dat mijn PSA behoorlijk hoog was. Dus nadat het resultaat binnen was, was mijn PSA 121 en dat is behoorlijk hoog. En de normale waarde is van 0 tot 4. Dus hij heeft me gelijk verwezen naar de uroloog. En die heeft toen verder onderzoek gedaan. En uiteindelijk moest ik biopsies laten doen. En van daaruit is dan echt aangewezen dat ik mijn diagnose was prostaatkanker. En daaraan verbonden waren er ook andere onderzoeken, een rectaal onderzoek. Ik begreep dat dat moment niet leuk was om aan te horen. Nou, het is moeilijk te zeggen hoe iemand prostaatkanker krijgt. Ja, prostaatkanker kan alleen in man ontstaan, alleen mannen hebben prostaat. Ja, maar het is niet één ding die ervoor zorgt dat iemand prostaatkanker krijgt. Ja, het is een samenspel van factoren. Factoren in de persoon zelf. Een soort van aanleg, kan je zeggen, of een vatbaarheid voor de ziekte. En omgevingsfactoren. En een samenspel tussen die twee kunnen maken dat er kanker ontstaat in de prostaat. Factoren die een rol kunnen spelen, factoren bij de persoon zelf. Daar kunnen we denken aan etniciteit. Het is bekend dat zwarte mensen, tenminste bij zwarte mensen, vaker prostaatkanker vonden worden dan bij blanke mensen. En dan bij blanke mensen dan weer vaker dan bij Aziatische mensen. Verder speelt nog een rol je opbouw van je genetisch materiaal. Het is bekend dat er genen zijn die de kans op prostaatkanker vergroten. En ook veranderingen in bepaalde genen die kankerontwikkeling onderdrukken. Als die aanwezig zijn, als die overgerfd zijn, dan is de kans groter dat iemand op een of andere tijd in zijn leven prostaatkanker ontwikkelt. Wat voor omgevingsfactoren kunnen we dan ook erbij bedenken? Nou, bij omgevingsfactoren kan men denken aan levensstijl. He, dingen als roken, je dieet, die blijken toch een associatie te hebben met de kans op ontstaan van prostaatkanker. Vettig eten, rood vlees, dat lijkt er een sterke associatie te zijn. Of moet ik niet zeggen, ja, een associatie te zijn met de kans op ontstaan van prostaatkanker. Mensen die meer plantaardig dieet hebben, bij die groep mensen zie je minder vaak prostaatkanker. Dus daar is een omgevingsfactor bij, levensstijl. Verder ook nog blootstelling aan bepaalde stoffen. Bekend is cadmium, dat komt onder andere voor in alkaline batterijen.
Maar ook in bepaalde beroepen, bij lassers bijvoorbeeld, komt er cadmium vrij. En er schijnt de associatie te zijn met blootstelling daaraan en het ontstaan van prostaatkanker. Ook blootstelling aan zonlicht. Hè? Zwarte mensen hebben donkere huid. Men denkt dat daar ook een rol in weggelegd ligt. In gematigde streken is er minder zonlicht. En je woont doorgaand meer binnen dan buiten. Vandaar dat je, denkt men, ook bij donkere mensen in het buitenland in gematigde streken meer prostaatkanker vindt. Bijvoorbeeld in tropische landen is er meer zonlicht. Zie je ook minder prostaatkanker bij zwarte mensen vergeleken met mensen die in westerse landen leven. Dus ik had voor mezelf besloten dat ik, als bij mij ooit eens iets zou gebeuren, ik niet ga shoppen. Dat had ik het besluit. Ik had geaccepteerd dat het licht uit mag gaan. Ik was 49. Ik denk dat ik tot op dat moment ook al een prachtig leven had. En dus ik had geaccepteerd. En ik, I'm not afraid. Kanker over het algemeen is een ziekte van de oudere leeftijd. Naarmate men ouder wordt, naarmate de kans op kanker, niet alleen prostaatkanker, maar alle kankers groter wordt. Dus ja, om getal te noemen, als je grosso modo bij alle mannen van 80 jaar en ouder kijkt en echt gaat kijken, dan is de schatting dat je bij meer dan 80% van die mannen kanker zou vinden. Terwijl hè, bij mannen 40 jaar jonger is de kans heel klein. Dus ja, naarmate de tijd vordert, wordt de kans inderdaad groter dat er kanker ontstaat in het lichaam, niet alleen prostaatkanker. Maar om prostaatkanker echt te bewijzen, is er een beetje ja, vervelend onderzoek nodig. Dat is een weefselonderzoek, waarbij dus met behulp van hulpmiddelen weefsel verkregen wordt uit de prostaat. Wat we doen is met een naald via de anus in de prostaat prikken en daar wordt weefsel van verkregen. En dat wordt opgestuurd naar de patholoog. De patholoog kan dan onder microscoop zien als er kankercellen aanwezig zijn of niet. En dan weet je het zeker. Dat is helaas tot nu toe de enige manier om 100% zekerheid te hebben van er is kanker. Je zal niet zeggen dagelijks, maar wekelijks. Het is onprettig onderzoek. Na het onderzoek hebben de mannen meestal weinig last. Maar het blijft een vervelend onderzoek. Kan het zijn dat dat ook een drempel is voor mensen om zich te laten onderzoeken? De angst is inderdaad een krachtige drempel voor mensen. En je ziet wel eens inderdaad als je mensen uitlegt hoe dat onderzoek gebeurt, dat een enkeling inderdaad zich terugtrekt. Wat bleek, in de wereld waren er op dat moment 2 urologen. Die andere naam ben ik vergeten, in Amerika. En Gaston in Frankrijk, Bordeaux. In Bordeaux, Frankrijk. Gaston is de naam van de professor. En die hadden een methode ontwikkeld van opereren. Dan moet je je voorstellen, bij die onderzoekingen die ik onderging in Nederland, zeiden ze tegen me, bij Eva die gesprekken, ja, je hebt prostaatkanker, hè? Ik ga het dossier bij me houden. Je gaat impotent, incontinent worden. Ik zeg, wat zegt u dokter? Ja, je gaat impotent worden en incontinent. 49 jaar. Dus. Mijn arkie. Dus dan is je wereld even een andere wereld op dat moment op zijn kop. Ik ben van nature stressbestendig, dus hoe erger dat ding is, hoe rustiger ik ben. Dus ik had geen ramp. Ik maak altijd plannen, A, B, C, D. Dus ja, daarom kan ik altijd overleven, omdat ik altijd 4 en 5 plannen heb. Worst case scenario, successcenario. Dus ik had mijn scenario, mijn basisscenario was, als ik moet gaan, dan ga ik, what of. Ik heb veel meegemaakt, leuke mooie dingen neergezet in, die er nog steeds zijn. Dus waarom zou ik prachtige kinderen, kleinkinderen. Dus ik maakte me niet druk over gaan naar de andere kant. Kanker wordt geassocieerd met de dood.
En krijg je ook nog, je gaat niet morgen dood, maar het is een traject om dood te gaan. Dat is het beeld van toen. Nu is het al anders, maar van toen. Twee, ik was relatief jong, 49 jaar. En volgens de medische boekjes, wanneer je jong prostaatkanker krijgt, dan gaat het omslaan naar agressieve kanker. Dat is ook uiteindelijk dood. Maar goed, dus toen men dat beeld zo kenschetste, en het was in november hard vastgesteld, ernstige prostaatkanker. Ja. Wat er in me omging, dood. De dood ging in me om. Ik was met mijn vrouw. En het is altijd goed dat je met iemand gaat. We gaan nooit alleen. Want als je dingen aanhoort van de specialist, als je in een bepaalde gemoedstoestand bent, hoor je niet alles. Ja, toch? Dus vandaar dat je liever met iemand gaat. En ik was toen met mijn vrouw. En haar zag ik de gelaatsuitdrukking dat nee, het is niet goed. Zo is het al van tevoren. En de uiteindelijke diagnose was prostaatkanker. Dat heeft gemaakt dat je gelijk in de wereld instort. Je denkt gelijk aan de dood. Maar als ik het tot zover, ten aanzien van mijn diagnose, heb ik. Ik moest verder onderzocht worden. Ja, ik heb op verschillende andere onderzoeken gegaan, behalve mijn rectaal onderzoek en een PSA-bloedonderzoek. PSA-onderzoek. Heb ik verder een CT-scan gemaakt, heb een echo gemaakt en dat heeft allemaal uitgewezen dat ik een behoorlijk vergroot prostaat heb. Als je prostaat hebt, kan je kanker krijgen. En gemiddeld is de kans dat een man in zijn leven met prostaatkanker geconfronteerd wordt, is ongeveer 1 op 10. Echt voorkomen kan je dat niet, maar je kan er wel heel veel aan doen om dat, als het er is, vroegtijdig aan te tonen en de kans op genezing daarop te vergroten. Ik moest met spoed naar Colombia. Dat is ook een ander proces vooraf aan geweest. Maar ik moest met spoed naar voor de behandeling. Die mannen daar zijn echt secuur hoor. Je doet allerlei onderzoeken, ze willen zeker weten, vooral als je metastases hebt, verspreiding hebt. Ja, toch? Want dan krijg je andere behandeling. Bij metastases krijg je andere behandeling. Bij mij was het gelukkig niet goed, maar wat ik wel te horen kreeg van die specialist daar, dat ik een grote tumor had in mijn prostaat. Het was een grote tumor, maar hij zat nog ingekapseld. Hij was nog in mijn prostaat. Dus ik behoefde gelukkig niet geopereerd te worden. Ik heb bestralingen gehad. Gelukkig ook geen chemo. Wat ik heb meegemaakt met mensen die chemo moeten krijgen, dat was niet leuk. Maar dat was een ontbering aan part. Maar 2 weken lang word je goed onderzocht. Een botscan, dat was verschrikkelijk. Een botscan maken, Maar ja, ik heb het doorstaan. Ja, als je klaar bent met die botscan, is ongeveer een uur lang. En daarvoor moet je 8 liter water drinken. 8 liter water, in een bepaald tijdsbestek moet je 8 liter water drinken. Er wordt ook een vloeistof ingespoten. Dat moet je botten schoonmaken, heb ik begrepen. En dat was echt verschrikkelijk hoor. Met mijn probleem, geen pijn. Met mijn probleem van moeilijk kunnen plassen, want ik was nog niet behandeld. Met het probleem van moeilijk kunnen plassen, je mag niet bewegen op dat lichtbed. Dat was verschrikkelijk hoor. Als je klaar bent, houden ze die sleutel voor je klaar. En je moet naar een speciaal toilet. Want ik werd met een soort radioactief materiaal ingespoten, toch? En dan moet je gaan urineren, ja. En dat was verschrikkelijk hoor. Beetje. Want mijn blaas was vol. En die beknelling. Maar het is een proces geweest.
is echt, het was een ontbering. Ik ben op mijn jaren vertrokken, 20 april 2008. En ik ben 20 juli teruggekomen. Dus 3 maanden. Ik heb 34 bestralingen heb ik ondergaan. In de laatste fase van mijn bestraling kreeg je ook een hormonale therapie. Dat is om je kankercellen te onderdrukken. Het geneest het niet, maar het onderdrukt ze. Tot nu toe gebruik ik dat. Dus 1 keer in de 3 maanden een spuitje in je buik. En sinds kort ben ik ook aan de tabletten. Het is eigenlijk dezelfde werking, maar het is voor mij om dat ding goed aan te vallen, om hem te onderdrukken. Want ik had een lichte steking gehad. De behandeling van prostaatkanker hangt af van het stadium van de ziekte waarin het ontdekt wordt. Wordt het in een heel vroeg stadium ontdekt en is de kanker alleen beperkt tot de prostaat, dan kan je inderdaad een behandeling aanbieden waarbij de persoon genezen wordt van de kanker. Er zijn 2 grote opties. Je kan of de prostaat weghalen, nogal ingrijpende behandeling, of je kan ook een behandeling geven waarbij de prostaatkanker in de prostaat zelf doodt door bestraling. En dus genezing is mogelijk? In een vroeg stadium is genezing absoluut mogelijk. Op een gegeven moment wordt de naam van me genoemd, dus Gaston, Bordeaux, Frankrijk. Ik ben nooit gaan kijken, tot op heden niet, wat de gevolgen zijn van prostaatkanker. Nooit op internet geweest om te kijken. I don't want to know why. I have to know things that I can solve. Ik ben een man, ik hou me bezig met dingen die ik kan veranderen. Wat ik niet kan veranderen, laat ik deskundigen naar kijken. En toen kreeg ik het telefoonnummer van Gaston en ik had het geluk. Ik bel naar Frankrijk en ik kreeg de professor zelf aan de lijn. Dat was weer zoiets, geen assistent direct. En ik vertel hem en toen heeft hij me ontvangen. Zeg, Ataki, je raakt niet impotent, je raakt niet incontinent. En ga zodanig opereren, alles is normaal. Luister. en hij heeft op dat moment direct gezegd 14 februari, Valentijnsdag, mooier cadeau kan je niet krijgen voor Valentijn. Gaat hij me opereren. Ik heb de operatie ondergaan op 14 februari en zeer voortvarend ging alles goed. Het is absoluut mogelijk om te leven met prostaatkanker. Prostaatkanker is een van de weinige kankersoorten die je kan aantonen, die je kan behandelen, maar niet altijd hoeft te behandelen. Prostaatkanker heeft verschillend beloop. Het kan agressief belopen of heel mild. Vooral die kankers die op oudere leeftijd gevonden worden, daar zijn we nogal terughoudend met behandelen. En vaak groeien ze zo langzaam dat de persoon in de rest van zijn leven daar geen last van zou hebben. En dat zou het zonde zijn om zo iemand te behandelen en bloot te stellen aan al de gevolgen van de behandeling, terwijl de persoon daar eigenlijk geen baat bij heeft, want de kanker zou toch zijn leven niet vervelend beïnvloeden. Iets dat heel belangrijk is in zo'n proces, is je familie erbij betrekken. En ik heb niet alleen mijn familie erbij betrokken, ik heb ook mijn vrienden, mijn beste vrienden. Ik was toen dirigent van de politiekapel en zij moesten op hetzelfde moment moesten ze naar Holland. Dus ik kon niet naar Holland. Zij waren in Holland, ik was in Colombia. Ik heb heel veel power van ze gehad. Je kan je niet voorstellen hoe goed je dat doet. Hè? Ook mijn familie, ik heb mijn familie erbij betrokken. Eerst mijn familie, mijn zusters, mijn broer. En eigenlijk mensen die heel dicht bij me zijn. En die ondersteuning was optimaal. Echt waar. In het begin heb je erectiestoornis en incontinentie. Ook daarover heb ik een leuke anekdote. Op een gegeven moment was ik redelijk goed gestabiliseerd. En het enige wat er nog was incontinentie. Lekkage. Het was tijdelijk van aard. De dokter hier tegen me, je kan naar Suriname gaan nu. Wat alleen is,
die lekkage, maar dat kan worden opgevangen met een luier. Maar ja, ik wacht eens even. Je ziet me weer een luier, dan gwasen en dan door het park. En toen heb ik een naam genoemd, ik ga de naam niet in de uitzending noemen, van iemand. Als hij me ziet aankomen, gaat hij me gewoon vragen. Dus Tjas, ik weer een luier. Maar het trieste en leuke van dat verhaal, die persoon is later ook ziek geworden. En ik had een hele voorraad van die luiers. En ik heb het toen nog gegeven aan hem. Ja, voordat hij kwam te overlijden. Maar goed, dus terug. Dat trek hebben we gehad. En het is steeds goed gegaan. Maar die kanker is nooit uit mijn lichaam verdwenen. Dus wat je wel eens hoort toch, kankervrij. Het was laag en dan groeit die en groeit nog steeds. En ik functioneer op 99%, dat bedoel ik mee. De medicijnen die ik gebruik zijn heftig. Die hebben invloed op je humeur, hebben invloed op je fysieke conditie. Ik trim jaren. Langs de straten, dus veel mensen zien me op straat trimmen. Het heeft me behoorlijk beïnvloed. Eigenlijk tot nu toe aan andere lotgenoten die bij hun hoeft het niet zo te zijn, maar bij mij, ik denk er elke dag aan. Elke dag denk ik eraan. Je gaat anders leven. Ik was, ik hield van een rum cola. Toen, weet je, vooral bij het musiceren. Ik heb dat helemaal gestopt. Ik ben anders gaan eten. Ik hield ook van een patatkip. Gestopt. Ik ben gezonder gaan leven. Veel bewegen. De laatste tijd heb ik het niet zo vaak gedaan, omdat ik met andere dingen bezig ben. Die ook te maken heeft met bewegen. Gewoon het landbouw. Maar dus ik ga de draad, denk ik, de komende week weer oppakken. Elke dag een rondje te lopen. 3-4 kilometer, soms 5 kilometer. En dat heeft me heel goed gedaan. Ik heb mijn gewicht gewoon onder controle gehouden. Ik ging met een gewicht van bijna 100 kilo naar Colombia. En ik kwam terug met 86. Ik vond dat een beetje te... Weet je, ik was echt mager. Mensen schrokken ervan om me zo te zien. Mijn kinderen die begonnen te huilen. Maar ik ben er tegenaan gegaan en ik hou het nu op 92. Echt, gewoon niet meer en niet minder. Ik heb een weegschaal aangeschaft, ik sta elke dag daarop. Mensen zeggen, je hoeft niet elke dag, ik weeg mezelf elke dag. Dat is echt de manier om het onder controle te houden. Want als je het één keer doet in de week en je gaat... Ja, Tjago. De volgende keer ga je zien dat je eet. Het gaat, bijkomen gaat snel, toch? Bijkomen gaat heel snel. Ja, afval is moeilijk. Dus, het is van... Is je gewicht belangrijk voor ja, om kijk, te houden? Onderliggende aandoeningen zijn niet goed voor welk kankersoort daar ook. Ja, toch? Het is niet goed. Ze hebben eigenlijk nooit de oorzaak van prostaatkanker kunnen ontdekken. Maar ik weet dat bij andere kankersoorten je voeding heel belangrijk is. En veel bewegen, heel belangrijk. En kijk, ik ben 11 jaar verder. Ik ben er verschrikkelijk blij om. Ik praat veel met mensen erover. Ik hou niets voor mezelf. Zelfs het intieme. Ja, ik maak mensen, Er komen vaak mannen hier over de vloer bij me. Ook via de stichting. Prostaatkankerstichting, ja, of ik ga daar naartoe en ook heel veel van dit soort dingen, die interviews. Dus we proberen die mensen echt van bewust te maken, van doe er iets aan. Laat je verhaal controleren, want wat ik meemaak, hè, ik heb vrienden verloren die me, vanwege prostaatkanker zijn overleden. Ze waren te laat. Het was te laat. En dat heeft te maken met angst. Het heeft te maken met...
Binomado atorimoro, dat is, heeft te maken met seks. Het is sowieso, je seksleven gaat echt. Het eerste wat de arts zegt, hè, bij de behandeling, vooral bestralen en de hormonale therapie. Ja, je seksleven gaat veel minder worden. Het verschilt echt van man tot man. Sommige mannen is het einde dienst, ja toch? Dus je moet rekening houden met dat soort dingen. En als ze eraan denken, dan gaan ze zichzelf niet controleren. Ja toch? En als dat ding zich gaat verspreiden, dan ben je veelal te laat. Want prostaatkanker, zoals ik het heb geleerd van de arts, van de uroloog en ook door te veel te lezen, de eerste verspreiding gaat naar je lymfeklier en je botten. Lymfeklier valt, maar als je naar je botten gaat, heb je een groot probleem. In het vroeg stadium nogmaals, nauwelijks klachten. Misschien af en toe een keertje bloed in de plas, bloed in sperma. Maar vooral als de kanker uitzaait, dan kan die last geven. De kanker heeft de neiging, tenminste de prostaatkanker heeft de neiging uit te zijn naar het wervelkolom. Kan hè, botpijnen geven. Als je wervelkolom stevig aantast, kan je zelfs beschadigingen van krijgen aan je zenuwcellen. Mensen kunnen verlamd raken daarvan. En, mensen kunnen daar bloedarmoede van krijgen. Plasklachten. Dus op die manier kan je wel degelijk last krijgen van een gevorderde prostaatkanker. Mijn directe, indirecte omgeving heeft me ontzettend opgevangen. Warmte gegeven. En ik denk dat dat een van de onderdelen is en de kracht die ik heb mogen ervaren. Mijn moeder leefde toen al niet meer, maar de zusters van haar, oom Gilly van Holt, tante Philly, tante Ligia, tante Carmen, de warmte. Dus, dat noem ik dan die groep, omdat die zijn mensen die ik in een latere fase van mijn leven heb leren kennen. Maar voor mijn gebeden, je wil niet weten. En dat zijn er ook nog andere hoor. Vrienden die niet willen bellen, want ze willen niet het slechte nieuws horen. En het probleem wat ik wel heb, en ook niet één, maar toch wel een paar, heel veel in mijn leven. Mensen die niet ziek waren, die zijn na mij ziek geworden en die zijn er niet meer. Met mijn muziek? Ah, goed. De laatste tijd zit ik veel in juries. Zaterdag nog zat ik weer eentje in Voice Challenge. Ik heb een bandje, de crew. En ik schreef veel, arrangeer veel, maar een beetje op niet echt zware tigers zoals vroeger. Brokodena is en dat nee, dat doe ik al lang niet meer. Ik ben blij met 3 uur muziek voor 12 uur thuis zijn. Ik moet wel zeggen, wat aantallen betreft, dat we niet heel veel harde cijfers hebben. Er is ooit uitgerekend dat er per jaar ongeveer zo'n 80 tot 85 nieuwe gevallen van prostaatkanker ontdekt worden in Suriname. Maar het kan zijn dat er nog een heleboel ontdekt is. Hè. Ik zie wel de laatste tijd dat mannen meer open zijn om zich te laten onderzoeken op prostaatkanker. Hè. Er is minder taboe. Men praat er makkelijker over. Mannen komen ook vaker van, hé, dokter, check die prostaat even. Ik hoor dat er kanker is en hé, ik wil weten als het bij mij het geval is. Dat was vroeger minder. Maar we zien nog steeds helaas nog gevallen die eigenlijk ja, laat ontdekt worden. Dat is wel jammer. En één boodschap kan ik hierover vertellen. Je moet nooit alleen naar het gesprek gaan met de medisch specialist. Nooit alleen gaan. Ik heb dat wel gedaan. Achteraf heb ik ervan geleerd dat bijvoorbeeld in het tweede gesprek met dokter hier, ik hem zei, hij zegt, Jas, maar dat heb ik je niet gezegd, want ik heb een heel positief verhaal gehoord. Van hoe alles goed is en noem maar op. Terwijl hij me vertelde, dit zijn de opties, dit is nog mogelijk, dit. Maar meneer, van alles is goed. Dus daardoor kan ik met volle mond zeggen, ik ga nooit alleen naar het gesprek. Maar je moet ook niet een persoon meenemen die niet sterk is.
Dit soort voorlichtingsprogramma's zijn heel goed om die mensen bewust te maken van, je kan ermee leven. Ja, toch? In feite kan je zeggen dat ik een survivor ben. Ja, als ik nu bijna 11 jaar verder ben, vind ik dat ik een survivor ben. Ja, toch? Ga er goed mee om. Dat is belangrijk. De manier hoe je ermee omgaat, is heel belangrijk. De boodschap is, een mens kan alles aan, als je dat wilt. En natuurlijk heb je daarbij ook kracht nodig. Psychische kracht, religieuze kracht. Ik vertel het zo ruim, ik geloof in God. Ja, ik geloof in God, ik ben zo opgevoed. En ik weet dat ik zeer, zeer gezegend ben in de dingen die ik doe. In de dingen die ik krijg. En ik val ik me vaarlijk aan. Ik kon me kon zo. Het is dat het me wordt gegund. En op grond daarvan weet ik dat er momenten zijn. En ik zie het nog steeds. Dat je iets kan betekenen. In die fase van begeleiding. In 2006 door Rier en Fernandes. Hadden ze me wel gevraagd. Maar als je gestabiliseerd bent. Moet je ons wel helpen door een patiëntenorganisatie op te zetten, in Suriname opzetten. En dat met vrienden, ik heb verschillende vrienden gebeld waarvan ik dacht van, ah, zijn sterk, jonger dan ik. En die hebben allemaal ja gezegd en daardoor een heel sterk team hebben binnen de Prostaatkankerstichting om anderen te ondersteunen. En ik kan je wel zeggen dat die stichting heel goed werk doet. Een algehele check-up, 2 keer per jaar, en toch? Is geen daad van vijandschap. Controle is geen daad van vijandschap. Had ik het gedaan, die controle, een reguliere controle, had ik het eerder ontdekt. Weet je? Dan was het misschien niet zo erg zo groot geworden. Maar bij de eenmalige controle, toen ik moeite kreeg met het plassen, ja, die eigenaar dat ik echt wel een beetje nonchalant was. Als je ziet, je kan moeilijk plassen, dan laat je controleren hoor. Echt waar. Vooral bij mannen. Dat kan je doen vanaf je 40ste jaar. Je moet altijd praten als je nu een partner hebt, en sommigen hebben partners. Dan neem eentje in vertrouwen. Leg uit wat je voelt als er een probleem is bij plassen, poepen, whatever, pijn op de borst of give it a name. Hou het niet voor jezelf. Dat is de eerste boodschap. Vertellen wat er gebeurt. 2, belangrijk is dus om je lichaam te kennen. Want door je lichaam te kennen kun je ontdekken als er iets misgaat. En tot slot, vanaf een bepaalde leeftijd, tussen de 40 en de 50, ga naar de huisarts, vraag hem dat je een PSA-test wil doen. Soms is het niet eens nodig, want het is positief, vaak is het positief. Maar wacht niet totdat het te laat is, want velen gaan, ik kan hier dit verhaal vertellen, omdat ik er direct bij was. Op het moment dat het zich voltrok, was ik er al bij. En je zal barrières als man moeten doorbreken in de sfeer, hou dingen niet voor jezelf. De boodschap is altijd praten. Je hoeft het niet van de kerktoren af te blazen, maar neem mensen in vertrouwen. Een vriend, als je thuis niet, wat een signaal is als je thuis niet kwijt kan, maar in elk geval, neem iemand in vertrouwen die je kan zeggen, ik wat dat eraan. En hou het niet voor jezelf, want als dat te laat is, want dat is meestal het geval, dat mannen te laat zijn en dan is het onomkeerbaar. Dan is het een beetje dweilen met de kraan open en uiteindelijk is het een overstroming en dat is einde. Het is speciaal voor de mannen.
En onderschat de rol van de vrouw niet in het geheel. Als ik nou goed naar mezelf kijk, ik heb verschrikkelijk veel ondersteuning gehad van mijn vrouw. Als ik dat niet had, zou ik een beetje misschien radeloos zijn. Maar de begeleiding van haar was goed. Zij is zichzelf zoek in de medische wereld. Het belangrijkste is controle. We hebben een motto bij de stichting, dat is checkatory. Check dat ding. Laat het je niet verrassen. Je kan ermee leven. Jas, mijn grote vriend, leeft er ook mee. We weten dat we dat hebben. Als je er niets aan doet, bijvoorbeeld ik moet 1 keer in de 3 maanden naar de dokter. Als je dat niet doet, je tekent je doodvonnis. Je moet discipline hebben. Discipline is heel belangrijk. Het is echt dat ik aan die mannen wil doorgeven. No vrede, niet bang zijn. Je moet niet bang zijn. Weet je, ik zou mensen vragen, hoe was die behandeling, bestraling, deed het bij? Je voelt niets. Niets. Binnen 3 minuten ben je klaar, ben je mag naar huis. In feite vraag je eigenlijk, wat ben ik in Colombia gedaan? Om 3 minuten per dag behandeld te worden. Voor de rest van de rit je niet. Nee, maar belangrijk is, laat je onderzoeken. Checkatory. Er zijn geen vaste kenmerken van prostaatkanker. Indien er in uw familie kanker voorkomt, bestaat er een groot risico op kanker. Het is daarom belangrijk dat mannen met hun huisarts hierover een gesprek hebben en een PSA-test laten doen. De resultaten hiervan zullen aangeven of er aanleiding is voor verder onderzoek.